Gisteren, heer lang leef je de liefde. Afstoten en aantrekken. Dat eeuwenoude spelletje wil nog niet echt van de grond komen tussen Bram en Deborah. Het is hartstikke leuk, maar de romantische dingen, dat is nog niet ontdekt. Maar zou je dat bij mij wel kunnen krijgen, denk je? Er is wel een mogelijkheid, denk ik. Bij John en Monica gaat het wel meteen over pure liefde, maar nog niet voor elkaar. Meest persoonlijke buiten mijn dochter zijn mijn twee... Ik heb ze in pension zitten. Hoeveel honden heb jij? Twee Mercedes. Oh, leuk. En de staart van John begint ook meteen te kwispelen van plezier. Ben je het al van het knuffelen? Ja, als echt wel. Zullen we knuffelen dan? Knuffelen. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft hij de lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde. De liefde is vrij. Ga ik tegen Hans aan, mag dat? Oh, en knuffelen ja, mag. Wel. Knuffelen mag. Ja, knuffelen mag. Ja. Dus. En hoe vind je het tot nu toe? Ja, nog steeds hartstikke leuk. Mooi. Hartstikke leuk. Echt mooi. Zeker beter. Je ruikt wel lekker. Jij ook. Dank je. Kan je een beetje tegengas geven? Daar twijfel ik een beetje. Echt waar? Ja. Twijfel je daar aan? Ja. Waarin moet ik tegengas geven dan? Dat ik niet over jou heen loop. Oh, jij denkt dat ik alles goed vind en zo? Ja, zoiets, ja. Ja, nou, ik vind meestal wel goed. Maar als me iets niet aanstaat, dan zeg ik het wel. Ja. Ben je een beetje dominant? Goed. Ja, jawel. Ik zou het wel kunnen. Dat geloof ik niet, hè? Nee, ja, oké, een beetje. Maar voel je na vanmiddag nou al meer aantrekkingskracht of niet? Jawel, ik vind het wel spannender worden. En jij? Jawel. Ja, helpt wel. De hoed? Ik vind van wel. Oké. Okay. Ja, nou, je hebt mijn bikini aan, dus dan zie je ook weer wat meer. Ja, nou, dan wil je wat meer gevoelig. Nee, dat wil ik niet zeggen. Ja. Maar je geeft weer wat meer van jezelf, toch? Ja. Dus ja. Oh, kom hier. Ja, dat is niet verkeerd. Nee. Gelukkig niet. Nee. Maar dat scheelt heel. Oh ja. Dus. Ik weet niet hoe jij erin staat met slapen, maar mij maakt het niet uit om gewoon mij in bed te slapen. Mij maakt het ook echt helemaal niks uit. Slaap lekker. Ja? Was leuk. Dat was leuk. Nee, wil je nog praten? Mm-hmm. Wil je nog praten? Nee hoor, maar dat mag ook met lampje uit. Mag ik je nog wel een kus geven? Ja, is goed. Nou, slaap lekker. Oh. Tot morgen. Twee herders kunnen er ook nog wel bij. Die zijn er niet. Die zijn er niet. Ja, die zal ik dus vandaag wel missen. Ja, die doerakjes van mij. Je hebt een andere doerakje nodig. Ja, mijn eigen doerakje, die deed ik altijd. Ja, die kruipt tegen me aan. En dan wil ze gekroeld worden. Ik wil ook altijd gekroeld worden. Ik ben heel erg van kussens. En mijn honden ook. Oh. Nou, het is wel rustig. Deze klote dingen. Thank you.
word helemaal gelijk van dit. Kijk. Topper. Zo, en nu alleen nog envelopjes vouwen. Dan heb je straks heerlijke pistoletjes. Toch, Bram? En hoe is het bij John en Monica? Die slapen normaal gesproken in een uppie met twee honden. Dan is het toch anders wakker worden. Zo zonder harige heiger in je nek. Fijn, nou toch een beetje knuffelen. Hè? Ja, kan ja. Ja, toch? Zeker weten. Ik ben nog alleen niet zo van kussen. Nee, dat hoef ik niet te zeggen. Dat meer kieven zullen vallen. Ik vind kussen vaak iets persoonlijks. Een kus op de wang of zo, dat vind ik niet zo erg. Maar... Verlegen? Ja, wat dat betreft dan weer wel. Wat dan? Waarom? Ja, je laat toch wel een stukje van jezelf los. Ja, maar dan zijn we toch voor hier? Of niet? Ja, dat klopt. Ja, toch? Ja, eigenlijk wel, toch? Ja. En bij de een gaat dat sneller als bij de ander, dat is zeker waar. Ja. Dat is zeker waar. Ik heb wel een positieve feeling, zeg. Ja. Een positief gevoel. Ik voel me eigenlijk best wel een beetje aangetrokken naar je, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Dank je wel. Ja, ja. Ah, dat is in ieder geval wederzijds. Buurman Bram heeft met de nodige moeite een paar heerlijke croissants op tafel gezet. Maar ja, een goed ontbijt is geen reden om te verlengen. Naar welk lichaamsdeel kijk je het eerst als je geïnteresseerd bent in die persoon? Nou ja, weet ik niet. Ja, welk lichaam, gewoon de uitstraling en of het een beetje allemaal goed eruit ziet. Ja, maar ik kijk ook wel naar armen. Ja. Ik vind het ook wel mooi als ze aders door iemand zijn arm lopen. Dat vind ik altijd wel mooi. Oké, duidelijk. Of naar een man zijn billen. Ja. Dus heb je allemaal daarna gekeken? Tuurlijk. Oh jee. En is het er doorheen gekomen of zeg je nou... Ja hoor. Gelukkig maar. En hoe vind je het tot nu toe? Ik vind het heel superleuk met je klaar. Maar we moeten wel proberen nog een beetje meer uitdaging in elkaar te zoeken. De een gaat dat wel binnen 24 uur en de andere die heeft daar gewoon, meer de tijd nodig. Is niet erg. Hoe zou ik jou uit kunnen dagen? Nou ja, ik vind een knuf geven, zeg maar. Maar over het algemeen komt dat bij mij vandaan, zeg maar. Wel, ik heb het wel in me. Maar... Ja. En als ik dat bij iemand doe, dan doe ik het wel met... Ja, doe ik het wel met overgave. En alleen knuffelen, dat is allemaal leuk. En het gaat ook hartstikke leuk. En het is ook fijn. Maar er zijn meer dingen dan alleen knuffelen. Ja. Je bent moeilijk te peilen. Vind je dat? Soms. Ja? Ja. Waarom? Nou, aan de ene kant, het is... Wel, nou, in ieder geval... Gisteren vond ik het super gezellig. Mm-hmm. En ook leuk. In de hot tub ook. Je kan goed zoenen, dus dat is sowieso al een pluspunt. Maar net wat ik zeg, ik ben niet van dat kleffie-beffie gedoe. Dat hoeft voor mij ook helemaal niet. Maar af en toe heb ik zoiets van, oké, gaan we nou wat dichter naar elkaar toe? Of blijven we er toch maar meer op afstand? Ja. Dat is meer een beetje een ding. Ja, snap ik wel hoor. Ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik die neiging niet heel erg heb. Ja, dat kan. Dat is geen probleem. Gisteravond in bed bijvoorbeeld ook niet. Want ik merkte dat jij volgens mij wel nog even... Mooi, ja, het hoeft niet per se. Nee. Maar ja, ik weet niet. Ik heb daar dan... dat gevoel heb ik dan niet. Ja, dat kan, hè. Dat is niks ergens aan. Dat kan. Maar daarom ben je het moeilijk te peilen. Snap je? Als ik het niet weet, dan weet ik het niet. Ja. Dus ja... Ja, dat is mijn manier van. Ik probeer het zelf, maar neem me niet kwalijk als, nee, dan, als, nee. als ik het dan zo doe, dan ja. Niet zo verlegen doen. Wel. Ik was net mijn rode kleur kwijt. Echt? Ik ben net zo roze als mijn shirt. Waarom? Waarom? Dat weet ik niet. Nodig. Nee, dat is alweer een stukje uit mijn comfortzone. Ja. Dat hoort allemaal bij je, lief. Die stap naar intiem contact is natuurlijk best groot om zomaar even te maken in 24 uur. Helemaal als je niet meteen die behoefte bij iemand voelt. Maar ja, soms heeft dat net iets meer tijd nodig. Dus wat gaan Deborah en Bram doen? Nou, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Ik zou verlengen omdat ik het zonde zou vinden om het op te geven. Ja. Omdat er nog steeds... Er is wel... Ik weet dat er iets is, maar wat, dat weet ik niet. Ja.
Nee, ik heb gekozen om niet te verlengen. Geen probleem. En de reden daarvan is... ik heb het echt serieus heel leuk met je gehad. Mm-hmm. Ik heb leuk met je kunnen lachen. Ik voel me echt heel erg goed bij jou op mijn gemak. Ja. Die twijfel was er natuurlijk echt wel van... wat jij ook al zei, is het nou meer of niet? Ja, maar dat hadden we allebei. Maar ik heb er gewoon geen goed gevoel bij. Ik heb die fysieke aantrekkingskracht... is niet voldoende om dus ook te gaan verlengen. Nee, geen probleem. Ja, maar dus dat is goed. En daarvoor, ja, heel eerlijk, gebruikte ik gisteren die kus ook. Is voor mij ook wel weer even... Nou gebruikt? Nee. Ik heb jou gebruikt. Ja. Ook even een bevestiging van... krijg ik een gevoel in mijn buik als ik jou zoen? Want dat moet ik gewoon hebben als ik dat heb. En dat was er niet helemaal optimaal. Nee, kijk, je bent echt een jongen waar je gewoon op zou kunnen vallen en alles. Maar het gevoel is... Iets. Ja, nou ja, dat kan. Maar want ik vind dat je ene keer... dan vind ik ook weer dat je een beetje tegenspreekt. Ja, nou, af en toe spreek ik mezelf ook een beetje tegen. Ja, precies. Dus dan denk ik van meid, niet doen. Ja. Probeer het, maar ja, dat is helemaal aan jou. Ja. Okay. Ga ik je wel een knuffel geven, ja, hoor. Ja, kom maar. Ja. Dank je wel. Jij ook. Oh. Doei. Dag, hè. Dank je wel. Ja, jij ook. Je bent een ervaringrijke. Ja, dag. Doei. Dag. Deborah wil een man die haar binnen 5 minuten laat zien dat hij er staat. Ben jij dat? Meld je dan nu aan. Bram is in ieder geval als een blok gevallen voor deze manier van daten. Vind jij hem leuk en zeker de moeite waard om een dag lang samen te wonen? Geef je dan nu op. En ondertussen is de 24 uur van John en Monica ook afgelopen. Maar het zal toch niet zo zijn dat die het later bij dit dagje voorzichtig aan elkaar snuffelen? Nou, lieve schat. Ja. De 24 uur is voorbij. Bijna. Hoe vond je het? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ja. Zeker. Ik bedoel, natuurlijk mis ik nog wel een beetje uitdaging naar elkaar toe. Ja. Ik weet wel zeker dat we een klik hebben met elkaar. Ja. Maar het moet niet uitdraaien uiteindelijk op vriendschap. Want nee. Ja, daar zijn we niet voor hier. En ik zou zeker wel verder willen kijken hoe en wat, zeg maar. Nou, ik denk dus in principe precies hetzelfde. Ik wil dus ook gaan voor verlenging. Jij kwam hier binnen en het eerste wat me opviel waren die... Ja, heel leuk. Ja, nee. Ja, jouw passie voor honden, nou, daar heeft het alleen nog maar groter gemaakt. Ja, net onder het eten hebben we het even over gehad, over de klik. En inderdaad, de uitdaging. Ik merk wel dat er een bepaalde aantrekkingskracht is. Want anders had ik echt niet met jou geknuffeld. Nee. En ik ben inderdaad, ik ben een meid, een grote bek, maar een superklein hartje. Dat heb ik zo mooi. En het kussen, ja, dat is weer een stukje hele intieme. En daar vind ik nog heel lastig om daar meteen op tafel te gooien. Dat heb ik gemerkt. Ik moet mij er zelf even in zien te vinden, want ja, ik weet niet waar jij... Die tijd krijg jij ook wel, zeker ja. Wel. Dus wij gaan voor verlenging? Ik ga zeker voor verlenging. Ja, absoluut. Dit is Martijn. Hij woont in Breda, is 29 jaar oud en nu bijna een jaar vrijgezel. En dat was lang genoeg om te ontdekken dat hij de hulp van langlevende liefde wel eens goed zou kunnen gebruiken. Ik heb altijd wat moeite om contact te maken. Ik word altijd een beetje zenuwachtig. Stel dat ik een leuke vrouw of een leuke meid in de kroeg zie, ik spreek haar niet zomaar aan. All right, here we go. Ik begin dan toch een beetje te zenuwen. Dan durf ik het niet aan. Dus heb ik voor mezelf heel wat kansen ook laten lopen. Ik mis wel wat aan het niet hebben van de relatie. Ik ben bijvoorbeeld heel erg knuffelig. Ik vind het heel fijn om close te zijn met iemand. Mijn ideale relatie is eigenlijk een beetje de girl next door. Dat had eigenlijk inderdaad je buurmeisje al jaren kunnen zijn en waar je op later leeftijd straalverliefd op wordt. Ik val op donker haar. Ronding op de juiste plek zijn altijd heel fijn. En als ik kijk naar innerlijk, ben ik wel op zoek naar een zorgzaam type. Ik ben heel veel vriend ook echt met stelletjes. En dan spreek je met elkaar af en dan ben ik vaak de enige vrijgezel. Dan zeggen ze van ja, Martijn, je bent zo'n leuke vent. En op een of andere manier wil het bij jou niet lukken in de relatie. Het wordt toch eens tijd dat het voor jou gaat lukken. Let's go. Oké, Martijn, luister. Elke woont in Amsterdam, dus is niet meteen de girl next door ten opzichte van Breda. Maar het hoeft ook niet, want je hebt deze leuke 27-jarige vrijgezel de komende 24 uur gewoon bij je in huis. In het datingleven vond ik het heel moeilijk, want ik wist niet zo goed van waar val ik nou op of wat vind ik leuk. Daar heb ik best wel lang een beetje mee zitten struggelen. Dan ga je ook twijfelen aan jezelf, dat je denkt, ligt het aan mij? Word ik gewoon niet meer verliefd of zo? Toen vond ik uiteindelijk één jongen wel leuker. En toen zei hij van na een paar weken, ik ben verliefd op iemand anders. Toen dacht ik ook, ja, dat helpt ook niet echt mee. Maar ik heb nu voor het eerst wel het gevoel dat ik er echt voor opensta.
En echt zin hebben om verliefd te worden weer. Mijn ideale man. Ik vind bruin haar altijd wel mooi. Wat korter. Ik zoek vooral iemand waarmee je het heel gezellig hebt. En dat je dan met iemand, ik weet niet of je over je dag kan hebben. Iemand die er gewoon voor je is en die naar je luistert. Dat iemand wel dingen terugvraagt en echt interesse heeft in jou. Ik denk dus zelf ook wel dat ik echt een heel leuk persoon ben in een relatie. Ik ben eigenlijk best wel easygoing. En die verliefde gevoelens en dat je dan weer een beetje opgewekt bent. Dat lijkt me wel heel leuk. Ik ben er eigenlijk wel klaar voor nu om verliefd te worden. Hi. Hi. Welkom. Goedemiddag. Ja, bedankt. Hi. Zal ik het zo nieuw? Ja, dat is misschien wel handig, ja. Hi. Hi, ik ben Elke. Hi, Martijn. Hey, aangenaam. Martijn, zei je? Ja, Elke. Okay, Elke. Ja, nice. We matchen ook helemaal. Ja, ik wou net zeggen. Je alsof hebt ook we het hebben gekozen. Ja, wat goed. Dus daar zijn we al op gematcht waarschijnlijk. Ja, dit is al één, ja. Welkom. Hè? Thanks. Wil je drinken? Ja, heel graag. Wat heb je zin in? Alcohol of niet? Nou, ja, doe eerst maar een beetje water of zo, iets fris. Ja. Had jij al iets of niet? Nee, ik heb even gewacht op jou. Oh, top. Netjes. Ja, zoals netjes toch. Ben je zenuwachtig? Ja. Heel erg. Ik had het de hele tijd niet. En pas toen ik binnenstapte, dacht ik ineens, oké, ja, dit is wel echt heel spannend. Oh, dan ga ik hier. Of zat jij hier? Nee, ga lekker zitten, joh. Ik heb nog iets voor je meegenomen. Ik heb een pakketje voor je gemaakt. Mm-hmm. Ik drink voornamelijk gewoon wel bier. Bier. Ik ben niet zo thuis in de gin, eerlijk gezegd. Dus nou, ik ben heel benieuwd. Dat is goed, ja. Dan kan ik je wat leren waarschijnlijk. Zeker weten. Ja. Ik heb natuurlijk ook wat voor jou meegenomen. Chocola. Breda. Dank. Ik zie het al. Precies. Ja. Wel, inderdaad, specifiek Breda, chocola. Nee, nog iets? Ja, misschien toch wel een drankje dan. Mm. Kunnen we wel doen, toch? Ik wil toch gewoon die fles poppen. Ik ga hem ook nog. Kijk. Oh. Ja, daar gaat hij. Zullen we eerst proosten? Zeker. Op een leuke date. Mm-hmm. Nu de verlenging in de pocket is, moeten John en Monica zich zo langzamerhand eens gaan voorbereiden op een mogelijke toekomst samen. Met vier honden. Vier planken? Per hond. Ja. Per mand. Per mand. Ja. Hoeveel wegen hebben we? We hebben, als we het goed aanpakken, 4 dagen. Ja. Kijk bij deze, toch wel mooie blauwe ogen. Oh. Is dat zo? Ja, dat viel mij al eerder op, maar... Ik kan dadelijk wel zeggen dat ik een hondenmand heb die met liefde gemaakt is. Ja, dat kan wel. Bloed, zweet en tranen. Ja, dat ook. Dankjewel. Ik wil even knuffel. Dat ook, ja. Oh, je bent echt leuk. Oh ja, ik heb trouwens ook nog 2 platen meegenomen. Die ik je info wil laten zien en laten horen. Oh, leuk. Ja, die 2 platen die zijn maar daar bij die spiegel, bij het halletje. Ik dacht echt dat het decoratie was. Nee, die zijn van mij. Oh, wat cool. 1 platen van Taylor Swift. Er zit wel een verhaal achter. In die periode dat ik op middelbare school altijd best wel gepest werd. Hielp haar muziek, maar ze hebben wel redelijk door wat lastige periodes heen. Ik ben heel druk voor mezelf. Best wel energiek. Oh, dan word je van dat soort muziek juist van rustig. Van haar muziek word ik rustig op een of andere manier. Ben je ook echt fan dan van haar? Of is het gewoon de muziek doet gewoon veel met je? Ik word gewoon heel rustig van die muziek. Ja. Ben ik fan? Ja, in zekere zin wel. Ben je er niet heen wel. Na een concert of zo? Zou ik misschien nog wel een keer doen, maar... Oké. Okay. Heb je een type eigenlijk? Klinkt heel gek, maar ik val niet op blond. Dus nou, okay. Top. Ja, qua uiterlijk niet te dun, niet te dik. Dus je valt daarin ook echt wel prima binnen het plaatje. Nou, fijn. Bedankt. Als u. Ik zoek wel iemand die echt naar de toekomst al kijkt. Die wel zeg maar, daar al over nadenkt. Het hoeft nog niet een strak plan te zijn. Maar wel iemand die daar mee bezig is al in haar hoofd. Ja. Grappig, want dit zijn inderdaad ook wel veel dingen die ik heb genoemd. Ik wil in ieder geval iemand die gewoon lekker praat. Nou, dat is heel fijn. Sorry. Ja, nee, goed juist. Want ik heb best wel een paar keer gehad dat iemand een soort van... Ja, simpel of zo, wil ik niet zeggen. Maar er kwam gewoon niet veel uit. Mm-hmm. We hebben ook iemand die een beetje open is. Dat is heel fijn. Niet jaloers... Dat ben ik zelf ook niet. Ik ben het wel een klein beetje. Ja. Maar wel, ik vind het wel op een gezonde manier. Ja. Ja, de basis moet dan al... Vertrouwen. Ja, dat is het. 100%. Dat is alles in een relatie. Je moet bouwen naar vertrouwen. Ja, dat vind ik ook. Maar als het op een gegeven moment te ver afbrokkelt, dan is het ook gewoon niet meer herstelbaar. Dus wat dat betreft zijn we wel naar hetzelfde op zoek, denk ik. Dat denk ik wel, ja. Ja, hoe zou jij dat straks voor je zien als we samen uit huis uitgaan? Het begint dan best wel pittig worden, denk ik, ja. Inderdaad. Ik bedoel, het zou echt een klik krijgen, zeg maar. Mm-hmm. Zou je dan daar in de omgeving willen blijven wonen? Of zou jij helemaal niet samen willen wonen? Ik heb daar eerlijk gezegd nooit over nagedacht. Nee? Maar ik weet wel dat ik in mijn omgeving wil blijven wonen. Ja. Want ik heb al een paar keer vrij ver gewoond.
Ja, ik had er wel moeite mee. Ja, dat kan. Dat kan. Maar dat zijn wel allemaal dingen die uiteindelijk mee gaan spelen. Ja, dan kun je ook helemaal niet Alkmaar hoe ver er van Veghel af ligt. Anderhalf uur. Ja. Kijk, uiteindelijk is er ook wel een mouw aan te passen. Ja, daarom. Geduld moeten we alle twee wel op kunnen brengen. Ja. Want als je dat geduld niet hebt, dan... voor alle twee kanten natuurlijk, hè? Mm-hmm. Niet alleen voor jou, maar ook voor mij. Ja. Zou je dat kunnen? Weet ik niet. Ik zou het wel kunnen, want ik heb het al meegemaakt. Maar ik kan jou dat niet beloven dat ik zeg maar de ene keer hier en de andere keer daar. Nee, dat kan ik jou niet beloven. Nee. Dat wil ik ook niet beloven. Nee. Dat kan ik niet beloven. Omdat ik weet dat het toch niet werkt, dat het niet gaat. En ben ik wel het type waar je op zou vallen? Ik zag je ook binnenlopen en toen dacht ik van, hey. Okay, nou leuke, sowieso leuke verschijning, knappe verschijning. Nou, dat is lief. Dank je. Maar het is wel fijn dat we zoveel gelijkenissen hebben al. Dat zeker. Ja, alsof wij uit hetzelfde dorp zouden kunnen komen of zo. Alsof je een beetje eerder... een meisje bent geweest. Ja, ja nou dat... Ik heb toch gezegd, I want a girl next door. En hoe zit jouw vriendenclub in elkaar? Ik heb wel meer een selectief groepje mensen. Mm-hmm. Die ik gewoon vaak spreek, vaak zie. Veel vriendinnen, nou ja, logisch. Maar ook wat mannelijke vrienden, maar die zijn allemaal homo. Dus veel mannelijke gay vrienden. Ja. Zelf ook gay ervaringen. Is met vrouwen gezoend of iets anders gedaan? Nee. Ik moet wel zeggen dat ik wel wat gay ervaring heb. In de zin van twee keer met een man gezoend. Dat is toevallig ook in de afgelopen tijd geweest. En dan gewoon op een feestje? Of? Ja, gewoon op een feestje. Oh, okay. En het mooie is, één van die gasten is niet eens gay. Oké. Okay. Ik ook niet. Wel met elkaar gezoend, ja. Leuk als je dat wilt proberen, toch? Of was het gewoon meer voor, echt voor de grap? Het was gewoon voor de grap. Not my cup of tea overigens verder, hoor. Kan nog komen. Ja, dat is ook mooi. Het was niet ineens van, oké, dit is het. Hier moet ik zijn. Ik heb een hoekje gevonden. Het was eigenlijk voor mij meer de bevestiging van... Ja, ik val echt op vrouwen. Je kijkt die honden zo lang. Oké, ze hebben elkaar moeten werken natuurlijk. Ja. Een hond is voor mij nog steeds een hond. Bij jou is het gewoon een kind. Ja. Ja. Klopt. Dat is niet erg, hoor. Maar als ik linksaf wil en de hond wil rechtsaf, dan gaat hij ook linksaf. Ja. En dan is het niet van, laat maar zo. Nee. Linksaf is linksaf en rechtsaf is rechtsaf. Ja. Helemaal met een hond. We zijn niet voor ons, we zijn niet voor de hond. Weet je wat we nog niet hebben besproken? Ik denk dat ik al weet waar mee gaat komen. Ja, en ik vind het ook heel grappig, want we hebben allebei gewoon onze spullen daar neergelegd bij bed. Mm-hmm. Maar we hebben toch gewoon niet hebben gehad. Mm-hmm. Wat wil jij? Nou, ik heb zoiets... Ik had mezelf voorgesteld van, nou ja, als het echt niet klikt... Als het echt niks is, dan wil ik niet in één bed slapen. Maar ik vind het altijd zo onzin. Mm-hmm. Dit is maar een bed. Dat is waar. Laten we gewoon lekker allebei in bed liggen, toch? Dat is goed. Tenminste, ik vind dat... Zellig? Ja. Mm-hmm. Ik ben er niet zo moeilijk in. Alright. Dat is goed. Oh, ja. Kan ik het wel 4 dagen volhouden op deze manier? In het bad? Dat sowieso. Ja, nee. Dan ben ik echt verslompeld, hoor. Het warm? Ik krijg het wel warm, ja. Mm. Jij ook? Is er bij even van het bad? Van mij? Hoe? Dat is goed zeker. Maar zet jij over de afstand in de maag? Dat kan best wel uiteindelijk een dingetje worden voor ons, zeg maar. Als je het niet probeert, weet je het niet, hè? Nee, dat is zeker waar. Want enerzijds zou het zonde zijn door nee te zeggen van ja, de afstand. Ja. Terwijl voor mijn gevoel eigenlijk alles al is. Dat de afstand dan een keerpunt zou zijn. Dan vind ik die afstand niet waard. Ik kan heel makkelijk hierin schikken. Ja. Dus. Ik kan niet zo ver mijn nek draaien. Nee. Hoe vind je het tot nu toe eigenlijk? Je moet altijd weer bevestiging hebben. Dat gaat zeker goed. Om te peilen eigenlijk. Je moet zeker. Je wordt ook wat vrijer en zo. Dat, ja. Ja. Maar ik voel me wel op mijn gemak bij jou, dus dat scheelt. Nou, dat is fijn. Is dat wederzijds? Ja. Maar dan moet ik wel zeggen, ik heb dat heel wel snel. Oké.
ik kan me heel goed zeg maar aanpassen aan een ander en heel goed aanpassen aan een situatie. Dus dan moet je alleen dus onderzoeken, is dat meer dan dit? Is dat meer dan wat ik op je gemak voelen bij iemand? Snap ik, ja. Want dat is wel het punt, en dat ben ik gewoon eerlijk, gewoon nu al. Maar dat is wel het punt waar ik op zit nu. Maar goed, je kent elkaar ook pas heel kort. Dus dat vind ik altijd zo, ja. Ik vind het comfortabel, maar op dit moment... Ja, maar ja, dat is dan ook gewoon goed. Mm-hmm. Dus... Maar zoiets moet ook groeien, hè. Dat, ja. Lekker de tijd voor nemen. Ja. De komende dagen toch niks te doen sowieso. Stel dat we naar huis gaan. Dat is waar. Het is een mooie dag. Dan gaan we eens even zien wat we gaan doen voor de rest. Nou, slaap lekker. Morgen zou John zelfs deze liefde opgeven voor zijn twee herders? Ik ben zo bezig met mijn honden dat ik dat niet kan gaan doen. Voor mij is dat absoluut niet iets waarvan ik dus zeg ik ga afhaken. Mocht het niet werken... krijgen we alle twee best wel even verdriet samen. Ja, maar hebben we het wel geprobeerd. Oh, niet doen we het op huilen. Tot morgen.